En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag wil ik je van jullie gaan laten zien hoe je een melding kan krijgen van je koelkastdeur als deze te lang open blijft staan. Voor deze flows heb je wel een paar dingen nodig. Als eerste heb je een raamdeursensor nodig. Ik heb een Xiaomi raamdeursensor gebruikt. Ik vind dit goede sensoren, ga lang op de batterij mee. En ja, ze zijn ook wel klein, dus dat is wel mooi. Voor de rest heb je ook nog een countdown timer nodig, dus deze kan je alvast aanmaken. En dan kunnen we gaan kijken in de Flow Editor, naar de flows. Oké, we zijn nu in de Flow Editor en je ziet hier drie flows staan. We hebben een koelkast start, een koelkast stop en een koelkast timer. Laten we eventjes bij de eerste gaan kijken. Koelkast start. En dan heb ik bij de als kolom gezegd het contactalarm gaat aan. Dus als de sensor merkt dat de deur open gaat, dan moet hij deze flow gaan starten. We hebben in deze flow geen en-voorwaarden, dus we kunnen meteen door naar de dan-voorwaarden. En hier zeg ik draai zandloper om en ik heb een tijd van 60 seconden neergezet. Hier staat niet wat voor een tijdseenheid hij gebruikt, maar het is secondes. Dus dat kan je invullen. Hier bij koelkast kan je een countdown timer uitzoeken. Dus dan moet je daar even de timer selecteren die jij gebruikt hebt of gemaakt hebt daarvoor. En dan kan je daaronder waar de 60 staat, kan je de tijd invullen. Als je het in hebt gevuld, kan je hem opslaan. En dan kunnen we ook een koelkast stopflow gaan maken. Dus daar gaan we nu eventjes naar kijken. Hier heb ik in de als kolom gezegd als het contactalarm uitgaat. Dus als de raamdeursensor merkt dat hij weer de deur weer dicht is, dan zal hij deze flow gaan starten. In deze flow hebben we ook geen en-voorwaarden. Dus we kunnen ook hier weer meteen door naar de dan-kolom. En hier heb ik gezegd stop countdown timer. Ik heb hier gezegd stop countdown timer, omdat als je hem leeg laat lopen, dan zal hij een melding gaan geven. Dus als je hier zegt stop countdown timer en dan selecteer je de timer die jij hebt gemaakt voor je koelkast, dan zal hij hem stoppen en zal je geen melding krijgen. Dus dat is wel even belangrijk om op te letten. Selecteer je de stop countdown timer, dan zal je geen melding krijgen. Kan je die opslaan? Gaan we kijken naar de koelkast timer flow. Nou, hier zeg ik in de als kolom als zandloper leeg is. En dan selecteer je daar weer de countdown timer voor de koelkast die je gemaakt hebt. Ook in deze flow hebben we geen en-voorwaarden. Dus we kunnen ook hier weer meteen door naar de dan-voorwaardes. En hier kan je dus de meldingen neerzetten die jij wil krijgen. Ik heb hier gezegd dat Homey het uit moet spreken. Ik heb Homey het volume aan laten passen van de speaker van Homey, zodat ik het goed hoor. En ik kreeg ook nog een berichtje op mijn telefoon. Mocht ik nou de koelkast open laten staan en ik loop de deur uit, dan kreeg ik daar nog een berichtje van. Dus dan zal ik altijd weten dat de koelkast nog open staat en kan ik even snel teruglopen. Ook die kan je opslaan. En dan zijn we eigenlijk alweer klaar met het maken van een notificatie van de koelkast. Mocht je nou nog vragen hierover hebben, laat ze even achter hieronder in de reacties. Vond je het nou een leuke video, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren en druk dan meteen even op het belletje. Dan krijg je elke keer weer een notificatie als ik een nieuwe video plaats. En dan wil ik jullie als laatste nog bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie graag weer bij een nieuwe video.